Woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in de gemeente Best. En daarom heeft Plein Best het idee geopperd om alle politieke partijen in Best uit te nodigen en hen 6 vragen voor te leggen. 5 vragen krijgen ze van tevoren en kunnen ze over nadenken. En de 6e vraag wordt een verrassingsvraag. Het interview wordt door mij afgenomen, Henk van den Heuvel. En gefilmd door Tom Lassink en Tjeerd Martens. Vandaag gaan we in gesprek met Sjoerd Vrijburg, de nummer 2 op de lijst van D66. De nummer 1 die heel Best eigenlijk kent, meneer Van Hees, die staat nou niet meer op de lijst. En dat komt. Ja, nou, Klaas-Jan van Hees staat inderdaad niet meer op de lijst. Na 12 jaar is bij D66 zo dat je na 12 jaar moet wijzigen van positie. Of in ieder geval, als je 12 jaar in de raad hebt gezeten, mag je na 12 jaar niet meer terugkeren. Daar kun je natuurlijk uitzondering op aanvragen en zo. Maar ja, in principe is het dan tijd voor nieuw bloed, zoals ze dan zeggen. Ja. Goed, Marius zit natuurlijk al in de gemeenteraad. En ik ben zelf ook al als burgerraadslid betrokken. Maar in principe is het zo dat het dan inderdaad doorschuift. Onze ambities kun je eigenlijk het beste samenvatten in 3 zinnen. Namelijk goed wonen, beter klimaat en best samen. En dat laatste zit natuurlijk vooral een beetje op participatie, maar ook het samen, het sociaal domein. Met verschillende dingen moet je rekening houden als het gaat om duurzaamheid. Dus het heet de trias energetica, geloof ik. Maar waar dat op neerkomt is, je moet zorgen dat je het duurzaam opwekt en duurzame energie gebruikt. Op het moment dat dat niet lukt, dat je in ieder geval de fossiele energie ook gebruikt, maar dan dat die heel erg efficiënt wordt gebruikt. Ja. Dus daar moet je dan op inzetten en dat kan bijvoorbeeld door isoleren. En dat is ook het laatste punt. Het punt namelijk van zoveel mogelijk minder gebruik. Moeten we ook gewoon heel erg inzetten op de plannen die we al hebben liggen. Bijvoorbeeld armoedebeleid. Ja. Uitkomen met inkomen is volgens mij het beleidsstuk wat daarbij hoort. Ja, dat is gewoon heel belangrijk voor de mensen die niet uitkomen waar je het over hebt. Nou, jongerenwerk, dus de jeugdzorg is bijvoorbeeld een heel groot thema. Ja. Die hebben wij gekregen van landelijk. Dat is een van die decentralisaties geweest. Nou, we doen dat heel goed, maar we moeten dat wel met veel minder geld doen dan dat we eerst kregen. Dus ik vind eigenlijk dat landelijk geregeld zou moeten worden dat we daarbij komen. Maar goed, dat is inkomsten en daar hebben wij verder geen invloed op. Waar we wel invloed op hebben, zijn de uitgaven. Ja. Dus misschien, ik kan me dat voorstellen, ik ben in mijn werk ook veel bezig met regionale samenwerking. Ja. Op het moment dat we een efficiëntieslag kunnen krijgen, bijvoorbeeld ook in de uitvoeringsorganisatie van de gemeente, daar gaan miljoenen in om. Ja. En op het moment dat we daar iets in kunnen, dus dat we daar kunnen zorgen dat we daar of efficiënter werken, of dat we daar zorgen dat we met andere gemeenten samenwerken, dus regionaal samenwerken, dat we niet 1 ambtenaar hebben om een klein deel in Best te doen, maar dat er 1 ambtenaar is, bij wijze van spreken, voor meerdere gemeentes om ons heen, dan scheelt dat ook gewoon weer geld. Wat je ziet gebeuren, kijk, je hebt altijd natuurlijk een sluitende begroting, elk jaar weer. Ja. Maar ook elk jaar weer worden er weer reserves aangewend, aangesproken. En D66 is daar gewoon, toch wel tegenstander van. Want waarom zouden we die reserves aanspreken voor dingen die dus gewoon structureel niet kloppen? Maar hoe wil je dat bereiken? Een deelgemeente te worden van Eindhoven? Nee, dat zeker niet. Nee. Waarom niet? Nou, kijk, een deelgemeente worden van Eindhoven. Jullie hadden het zo mooi beschreven, een wijk van Eindhoven. Ja. Ja, dat is nu niet aan de orde, want we hebben het allemaal gewoon heel erg goed op orde in Best. Het is namelijk zo waar het echt gaat spelen, bijvoorbeeld de Nuenen. Ja. Daar zie je ook gewoon dat er gewoon problemen zijn. En wij hebben die problemen nu niet. Het is zo dat we nu op een punt zitten waarin we moeten kijken, er moet voldoende geld binnenkomen. Ja. Er moet efficiënter om worden gegaan met de uitgaven. Ja. En als het dus efficiënter wordt omgegaan met de uitgaven, kun je dus ook zeggen, dan hebben we ook voldoende geld en hebben we voldoende basis om gewoon zelfstandig te blijven als Best. Naast de Zeeman een nieuw gemeentehuis, als het aan D66 ligt, had het niet gehoeven. We hebben daar maar natuurlijk... Maar jullie hebben wel ja gezegd? Nee, we hebben nee gezegd. Oh. Nee, zeker. We hebben nee gezegd tegen het plan om 17 miljoen te besteden aan een nieuw gemeentehuis naast de Zeeman. Ja. Omdat wij vinden dat er andere mogelijkheden zijn. Het Dorpsplein is perfect om levendigheid te creëren. We hebben, als je vraagt van wat is het centrum in Best. Ja. De ene zegt de Boterhoek, de ander zegt het Dorpsplein, de ander zegt weer iets anders. Een van onze speerpunten is dat de participatie beter moet. Op dit moment komt de participatie van de leden. Dus stel, de gemeente heeft een nieuw plan. Ja. En dan de consultatie of de bevraging van bewoners lijkt soms een beetje achtergesteld hoor. Ik vind dat jullie vooruitstrevende plannen hebben en ik hoop ook dat die gerealiseerd kunnen worden. Ik hoop het ook. Progressieve idee. Ja, dank je wel.